deze platendraaier komen we tegen bij Veenendaal op de A12. Surveillante Patrick en Jan Bart rijden achter een witte Mercedes en blijven even rustig genieten van deze AMG GTS met 510 pk. Kijk die lampjes dan, mooi hè? Een en al ledjes. Maar dan moeten de surveillanten toch aan de bak. Oh. Oh. Niet handig van hem. Meting loopt. Je hoort hem brullen er niet. Ja, ik hoor hem zeker brullen. Zit hij in het 120? 153. Ja. Nee. Meting loopt, 20 meter uitloop. Autootje ervoor. Ergens in halen. Oh, dat is niet slim van hem. En dan komt deze tweede trajectmeting uit op 140. Gaan we er zomaar overheen, gaan we ermee. Gaat hij nou weer rechts inhalen? En dat zorgt voor levensgevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast mag het gewoon niet. Gaat hij voor de rechts inhalen, gaat hij hem krijgen? Nou, hij gaat weer harder rijden. Maar dat is niet handig. Meting afgebroken, liep in. Krijgt hij snelheid en rechts inhalen. Kijk nou toch, jongen. Meting loopt. Hij doet iedereen net even plagen. Wordt hier tegengehouden. 156, 36 overschrijding. Nou, gooi het blauw erop, want ik wil het stoppen. Goedemorgen. Rijbewijs, weer bij je. Heel lekker. Yes. Ben je gehecht aan je rijbewijs? Ja. Ik heb het zelf nog, maar ik heb het nodig voor mijn beroep. Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan moet je wel anders gaan rijden. Dus we rijden achter je vanaf de pompstation op de 233 Veenendaal. Dan rijden we even een stukje met je mee. Dan geef je een paar keer flink gas. Ja. Maar wel zo dusdanig dat je echt veel te hard rijdt. En dan gaat het niet hard genoeg en dan ga je rechts inhalen. En dat moet je echt niet doen. Nee, dat klopt. Maar dat heb ik wel vaak. Die mensen daar die blijven altijd links plakken. Dan denk ik, jongens, gaan nou even rechts rijden. Dat scheelt ons allemaal weer ergens. Dat is het enige. Dat kleine autootje wat je als eerste inhaalde. Hij heeft niet eens de kans gehad om naar rechts te gaan. Dus... Oké, ja, ik geloof u. Het kan zijn, ik was een beetje in een rush. Mijn vriendin, wat ik al zeg, die moet even een telefoon hebben. Ja. En ik zou hem even snel komen brengen, want die heeft een belangrijke training vandaag. Maar goed, er is geen reden genoeg en iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Dus dat snap ik. Maar ik dacht wel, op een gegeven moment reed er een Audi achter me, denk ik, die loopt te duwen. Die loopt op mijn kont te kleven. Ik denk, ik zal even een plaats maken. Maar goed, dan is het net het verkeerde. Nou, dat vind ik altijd een leuke uitspraak als mensen zeggen van dat we zitten te duwen. Want de tussenafstand tussen ons is dusdanig nooit zo klein geweest dat we echt zitten te duwen. Dus het zit meer in jouw belevenis. Zou kunnen. Je mag de beelden terugkijken als je wilt. Ja, we hebben de beelden. Ik geloof het. Je krijgt in ieder geval één keer procesverbaal voor rechts inhalen. Daar waar je meerdere keren rechts inhaalt. Oké, nou, dat is mooi. En je snelheid. Ja. En dan is het met name de snelheid dit 120 gebied. Daar komen op uit mijn hoofd 29 overschrijding na correctie. Okay. Daar krijg je ook procesverbaal voor. 230 voor het inhalen. 250 voor de snelheid. Okay. Komt voor allebei nog 9 euro administratiekosten bij. Er zijn geen geregistreerde overtredingen. Dus het gaat niet via de officier van justitie. Maar ja, ik had het er net al over. Probeer wel je gedrag aan te passen. Ja, ja, ja. Het zijn iedere keer even kleine stukjes. Ja. Maar je zit zo aan de 170, 175 en dan ben je gewoon je rijbewijs kwijt. Als daar een laser staat of een flitser, ben je gewoon je rijbewijs kwijt. Ja, ja, ik snap het. En dat moet je niet willen. Nee. Heb je verder nog vragen? Nee. Hey, de groeten. Yo, hoi hoi. Deze artiest kan weer verder om de telefoon bij zijn vriendin af te geven. Hij mag binnenkort iets minder dan 500 euro aan boetes overmaken.